Kun je Donald Duck nadoen? Ik kan Donald Duck niet zo goed nadoen. Nee, als kind denk ik wel. Maar nu heb ik... Gaat het best aardig? Dat is mijn beste. Welkom bij NH Leeft vandaag met André van Duin. Ja. We zijn in Amsterdam. Ja, voor een hele bijzondere dag vandaag. Ja, want je bent verdonaldukt. Is dat het juiste woord? Ja, verdonaldukt. Ik krijg een rol in het Donald Duckblad. Nou ja, als kind was ik natuurlijk al dik lid van de allereerste Donald Duck. Heb ik nog gehad. Had ik hem maar bewaard. Het is natuurlijk heel veel geld waard nu. Dus ja, wanneer was dat? Nog staan, zo'n stapel. Mijn moeder een keer weggegooid. Zo'n stapel. Gaat alle Donald Duck vanaf nummer 1. Dus ik ben een grote fan van Donald Duck. En sowieso ben ik een stripliefhebber, want ik lees alle strips. Ik ben nu ook altijd lid van alle stripblaadjes die er nog zijn, want er zijn er niet zoveel meer. Maar Donald Duck is, ja, dat gaat maar door. Dat heeft alles overleefd. Leuk dat je dat vroeger ook nog had. Het bestaat al sinds 1934, hè? Ja. Nou, nee, 34, nee. Ja, de Donald Duck, hè? Ja, in het buitenland. Dat zijn we in Nederland niet. Ergens in de jaren 50 of zo. Want ik heb nummer 1 heb ik gehad. Nou, 1934 was ik er nog niet. Nee. En dan zou je heel oud zijn. Ja, heel oud. Nog ouder. Ondanks het feit dat je al 50 jaar in het vak zit. Ja. Ja, 50, ongelooflijk. Ja, dit jaar 50 jaar, ja. En 67, dus ik was 17 toen ik begon, 16, 17. Toen had ik Nieuwe Oogst in 1964. Ja. En toen is het als een sneeuwballetje gegaan. Dus tot nu toe rolt u nog steeds. Maar ik heb natuurlijk niet zoveel concurrentie gehad. Als je nou zanger bent of zangeres, dan heb je natuurlijk heel veel mensen die dat ook doen. Maar mijn grappenmakerijen zijn nooit zoveel wel nagedaan. Maar nooit ook mensen die ook revue gingen doen, die waren er niet zoveel. Lekker eigenlijk. Heerlijk. Ja. We hebben de kinderen, we zijn nu bij een basisschool, de Witte Olifant. Die is bij jou in de buurt, hè? Ja. En deze kinderen hebben daar misschien wat meer last van concurrentie als ze groter worden en jouw werk willen doen. Het is ook een stuk moeilijker nu. Want ik was natuurlijk, ik begon in 1964, toen had je ook nog maar 1 televisienet, of 2. En nu heb je zoveel televisienetten en bovendien zijn de mensen, het publiek is zo verwend. Iedereen is al naar het buitenland geweest, heeft alles al gezien en zo. Dus hoe moet je de mensen nu nog verbazen? Maar toen de tijd, toen ik in 64 begon, had ik een playback act. Dus ik gekke bekken trekken op muziek van anderen en stemmetjes van anderen. En dat was toen nog niet vertoond. In ieder geval was dat vrij nieuw. Dus daar waren de mensen toen erg verbaasd. Maar als je daar nu mee begint, denk ik toch dat je nog wat extra's erbij moet doen. Hè? Nou ja, je ziet nu wel in alle talenten achter die er nu zijn. Dan moet je wel zo van goede huizen komen, wil je nog überhaupt opvallen. En dan nog, dan val je op en een jaar later hoor je er nog niks meer van. Dus om het dan ook vol te houden. De concurrentie is inderdaad heel heftig. Zou de jeugd je nog kennen? Ik heb altijd wel veel kinderen in de zaal. Dus kinderen, ik weet niet hoe oud ze hier zijn. Als ze heel jong zijn, dan weet ik niet. Maar laten we zeggen, vanaf een jaar of 10 en zo heb ik wel heel veel fans nog, ja. Nou, we gaan gewoon de proef op de som nemen, want we gaan namelijk naar een klas. Ja. Jij krijgt daar de Donald Duck overhandigd, of in ieder geval te zien. Ontzettend benieuwd. En waar je in staat. Ja, ik heb in 19, nou in, ergens in de 80 jaren heb ik ook in de Donald Duck gestaan. Maar dan gewoon als foto en al die figuren om me heen. Waarom was dat, weet ik niet meer. Maar nu hebben ze me echt getekend. Ja, voor Donald Duck, toch? Ja, maar wel op de manier van als Donald Duck natuurlijk, als cartoonachtig. Maar ik ben toch duidelijk herkenbaar. En ik ben André van Puin, heet ik. Nou, ga voor. We gaan er binnen. Oké, ik ben zeer benieuwd. Goedemorgen. Hallo, de Witte Olifant. Nou, de enige. Oh, je bent van de Witte Olifant. Ja, okay. Ik vind dat u bent. Nou, ik vind het enige om hier op de grond te gaan komen. Hoi, André. Hi, Dimitri Rijkamp, hoofdredacteur van de hoofdredacteur van Donald Duck. Nou, die wil iedereen ontmoeten, toch? Dat is ook ik wilde jou graag ontmoeten. Ja, maar het lijkt me toch als je kan zeggen, ik ben de hoofdredacteur van Donald Duck. Dat is toch ook voor mensen echt waar? Heb je dat nooit? Dat het, is wel de leukste, zeggen, het is wel de leukste baan ter wereld. Maar kinderen zeggen jou, tegen jou toch echt, de directeur van Donald Duck. Dat is toch geweldig? Ja, en u bent de directrice van de school, hè? Ja, klopt. Annemarie Jonkoen. Ja. André van Duinen school. Dat we hier mogen komen. Ik heb niet op deze school gezeten, maar dat is een soort school natuurlijk. En welke school heeft u gezeten? Nou, ik zat in Rotterdam, dus we zijn heel eind hier vandaan. We zijn nu in Amsterdam natuurlijk. Ik ben Rotterdam, maar die school bestaat niet meer, dus die is afgebroken. Onbegrijpelijk, dat is een monument kunnen zijn. Even kijken of ze je kennen. Kennen jullie deze meneer? Ja! Oh, gelukkig. Wie is dat? Yes. Goed tegen ze dit. Gelukt. Ik was een dag eerder al gegaan om me voor te stellen natuurlijk. Ja. Waar gaan we naartoe? Leid de weg. We gaan naar een klas, hè? Ja, we gaan naar boven, naar groep 7 B. Oké. Dan lopen wij gaan. Ja, en jij bent dus de hoofdredacteur van het Donald Duck? Ja, klopt inderdaad, ja. En waarom hebben jullie nu André van Duin voor Donald Duck? Nou, kijk, we hebben het thema dat geeft je dromen de ruimte. Dus dat betekent dat als je echt hard voor iets knokt en iets heel leuk vindt, dat je dan ook dat beroep kan waarmaken. André weten we van dat hij echt altijd voor de klas stond, ook vroeger, om grappen te maken. En langzaam is hij doorgegroeid tot inderdaad voor de klas begonnen. En dat is natuurlijk geweldig dat je na 50 jaar, dat je dat, als je me volhoudt, dat je dan ook zelfs in de Donald Duck kan komen. Dus
Precies. Dat is vroeger toch een droom als kind dat je dat zelf mee mag doen in de Donald Duck toch? Maar ook dat je, maar ik heb vroeger ook wel eens gedroomd dat ik denk, goh, want toen was ik al dus jongetje en toen wou ik ook al artiest worden. En toen dacht ik ook, goh, als je nou zo'n bekende artiest en die komt dan in de klas en die gaat er wat vertellen en zo, zo. Fantastisch weet je, die had altijd maar gewoon de meester en de juffrouw. Nee. Maar goed, jullie hebben dus allemaal droomberoepen in de Donald Duck nu. Ja. Hij geheigt, een flinke trap op, hè? Ja. Zo goed voor mijn conditie. Laten we eens verder. Ja. André van Duin is één van de droomberoepen. Ja. Maar jullie hebben er meer gehad dan Donald Duck, hè? Ja, klopt. We hebben ook Sven Kramer, topsporter. Die eindeloos veel heeft geoefend met schaatsen. Volgende week, of volgende editie, de Georgina Verbaan inderdaad. Die heeft natuurlijk ook haar carrière waargemaakt. Dus we hebben inderdaad een aantal hele bekende Nederlanders gekozen. Die heel goed mooi aansluiten zeg maar, bij deze beroepen. Is dat om echt kinderen te inspireren? Ja, absoluut. Ja. Het is echt om kinderen te inspireren. Ja. En te zeggen van doe wat je leuk vindt. Ja, zie wel leuk. Vroeger was er ook al een, hoe heet dat, een actie. Gaan we hier naar binnen? Ja, ik doe het ook mijn jas ook even uit. Goedemorgen. Nou, wat gezellig. Op een volle klas. Ik kom eraan met de microfoon, André. Hier, nee, ik hing mijn jas ook nog even op. Dat, oh, goed, ja. Okay. Goedemorgen. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Wat fijn dat we even langs mogen komen. Weten jullie waarom we hier zijn? Voor de Donald Duck natuurlijk. Yes. Allemaal lezers? En lezeressen? Lid. Oh, ja, tegenwoordig ben je lid. Oh, natuurlijk, ja. Van de Donald Duck Club. DonaldDuck.nl. Wat leuk. Wat gezellig. Wat zitten jullie leuk zo? Vroeger moesten we altijd zo in je rijtje zitten. Dit is veel gezelliger, hè? Ja, André, er is ook een tekenaar van een Donald Duck en die heeft jou getekend. Zullen we even naar hem toe? Ja, dat is ook bijzonder. De tekenaar van Donald Duck, die kom je toch ook nooit tegen? Hallo, tekenaar Donald Duck. Ja, ga neer de knie. Hallo. Weet je echt, tekent u alle Donald Ducks? Niet alle, maar met een klein clubje mensen maken wij de Donald Duck. Ja. Hoe word je dat? Gewoon heel veel oefenen. Ja, maar als kind probeer je allemaal wel die stripfiguurtjes na te tekenen, maar dat je het echt mag gaan doen, dat is natuurlijk een heel andere. Hoe lang duurt het al? Ik doe voor dat ook al 8 jaar. Acht jaar? Maar ik teken al mijn hele leven natuurlijk. Ja. Kun je even heel snel laten zien, ik zie al een voorbeeldje op het bord. Ja. Even heel snel laten zien hoe je dat dan doet. Ja. En dan een doekje tekenen? Ja. Even snel? Ja. Kan dat? Dat kan best. Ik ga het even heel snel doen, jongens. Dus. Let op. Nog even door. Zo, Jan Roman Piccola, tekenaars, is dit allemaal, want hij is onder de indruk van je. Ik wil allemaal, oh, een haar. Ik hoor het ook, vind ik fantastisch om te horen. Ook. Want normaal gesproken zit je in Hoofddorp te tekenen. Ja, klopt. Ja, dan doen mensen niet de hele dag trouwens, O en A. Nee, dan niet. Nee, jammer, dus eigenlijk zou je zo'n klas bij je moeten hebben de hele dag. Zou ik wel fijn vinden, nee hoor. Nee, dus. Want hoe komt nou zo'n Donald Duck tot stand? Hè, ik zie nu dat je hem tekent, maakt verhaal en de... Ja. Nou, voor verhalen hebben wij schrijvers in dienst. Die maken verhalen voor ons. Kan ik wel even laten zien hoe dat in zijn werk gaat. Even, ik heb wat voorbeelden bij me. Even zoeken hoor. Want het maken van een stripverhaal heeft heel wat... Even kijken hoor. Oh, ik had het echt gewoon klaar moeten liggen, hè, natuurlijk. Dom. Eigenlijk wel, hè? Eigenlijk wel, hè. Live televisie, hè? Live televisie, kijk. Als eerste komt er een scenarist, een schrijver. Die komt een verhaal aanzetten. Dit wordt dan door ons ingekocht, als het goed is. Dan gaat dit weer door naar een tekenaar. Die komt er met de eerste schetsen aanzetten. Dit wordt daarna gekeken door onze chef. Die haalt dan alle foutjes eruit. Daarna wordt het dan nog een keer netjes gemaakt. Hierna wordt het nog een keer geïnkt. En daarna wordt het nog een keer... Aan het werk, hè? Ja, en daarna gaat het nog naar een inkleurder. En dan gaat het nog naar een... naar de tekstredactie heen. Die gaat zorgen dat er ook een keer ballonnen en zo inkomen. En uiteindelijk... Hebben we de Donald Duck. Maken we zo de Donald Duck. Ja. En André, hoe heb je die nou bedacht? Deze is een end, hè? Ligt eind op elkaar, hè? Maar, ja. Hoeveel weken zit er tussen? Over zo'n één pagina kan je al met al zeker wel 2 dagen... Alleen tekenwerk dan, hè? Nog niet eens van begin tot eind. Tekenwerk ben je denk ik al 2 dagen misschien wel langer mee bezig. En dan nog inkleuren? Ja, komt er allemaal nog bij. Ja, ja. Maar hoe heb je nou André bedacht? Nou, ik heb natuurlijk eerst heel veel foto's van André gebruikt. Ja, ik heb hem niet bedacht, nee, want hij was toch wel handig trouwens. En... Ja, gelukkig heb ik heel veel foto's erbij kunnen halen van internet. En toen ben ik een beetje gaan spelen, een beetje gaan zoeken. Heb ik wat schetsen gemaakt.
om te kijken hoe ik er eventueel kon komen. Of het een beetje, dacht ik, misschien een beetje heel erg stripachtig, maar misschien nog een beetje toch meer mensachtig proberen te maken, want het valt nog best tegen. Ja, maar Duk, ja, Duk is natuurlijk een heel aparte stijl, hè? Dat zijn sowieso altijd zijn rare neus, hè, die Duk. Ja, inderdaad, zijn allemaal hondfiguren. Je bent eigenlijk voor hond. Ja. Ik ben voor hond. Voor hond, dat is goed. En wat voor een hond ben je dan geworden? Waar lijkt het meest op? Nou, het lijkt niet op een bekende hond. Misschien een beetje een Bouvier-achtige. Ja. En ik zie dat je hier lijkt je nog het meest op jezelf. Nou, dat is gewoon een beetje uitproberen. Gewoon welke trekjes André een beetje heeft. En dat probeer ik dan ook te verplaatsen in een duckfiguur. Ja. Maar die moeilijk om een cartoon te maken van iemand. Hè? En toch dat je toch zijn gezicht eruit haalt. Ja, dan precies. Want alleen een beetje met bekende scheve mond van je en zo. Kom je er eigenlijk niet. Maar het is toch een beetje bekend en meer van dat soort zaken. Ja. Maar ik denk dat ik er behoorlijk uitgekomen ben. Ja, ik vind het lijk hoor. Ja, want ik zie het nu ook voor het eerste keer. Dus ik ben ontzettend onder de indruk van mezelf. Hey. Als duckfiguur bedoel ik. Hey, en even tussendoor, wat zijn die kinderen allemaal netjes stil? Nou, ongelooflijk zeg. Dat was bij wel aan. Nee, was bij ons ook zo. Ja, moest er zo zitten zelfs. Oh, is dat nog zo? Ja. Nog zo? Ja. En ik ga gewoon even aan jou vragen. Kende jij André van Haan? Ja. En waar kende jij hem van? Van de stripfiguren die ik vaak zie. En dan, ik lees best wel vaak Donald Duck en dat vind ik wel leuk. Oh, dus je hebt er vaker in gestaan? Nou, wel eens. Dat is altijd in was ze er nog niet. Dat was in de jaren 80. Ja, daar was je er nog niet. Nee. En ken je hem toevallig ook van tv? André van Duin of dat niet? Nou, soms had ik hem wel gezien. En vind je hem grappig? Ja. Ja, dat is altijd toch maar even de vraag natuurlijk. Of je nog bij de jeugd ook nog aanslaat. Hij doet het al 50 jaar. Veel. Veel, hè? 50 jaar lang grappen maken, dat is niet niks. Wat zou jij nou willen worden? Schrijfster. Ambitieus. En wat zou jij willen worden? Juf. Wat zou jij willen worden? Modeontwerper. Zo, nou, ze zijn er hier eigenlijk wel lekker uit. Ja, hè? Al snel. Ik hoor eigenlijk niemand zeggen, doe mij maar komiek. Nee, nog niet. En ik wist op die leeftijd, dacht ik ook al, ja, ik wil wel grappen maken worden. Daar keek ik ook naar alle komieken uit die tijd. Toen had je Tom Manders en Tony Hermans en noem maar op. En die had ik als voorbeeld. Toen dacht ik, ja, dat wil ik wel worden. Maar ja, nu, mode is natuurlijk erg in de mode. Maar wat goed dat er ook nog iemand gewoon juf wil worden. Dat vind ik nou echt heel leuk. Top, ja. Ja, toch? Nou, dan hebben we natuurlijk de Donald Duck zoals die geworden is. De hoofdredacteur heeft hem vast. Yes. Dus we gaan hem even overhandigen. André, was je hartstikke gefeliciteerd eigenlijk. Nou, hè? Na 50 jaar. Ja, toch? Eindelijk in de Donald Duck. Ja. Ja, ik vind het geweldig. En er staat ook een heel verhaal van mij in. Hè? Ja, er is een heel verhaal waar ik in meedoe. Er staat een heel verhaal. Ja. Ik ga niet alles verklappen, maar oom Donald probeert eigenlijk van in jouw show te komen. Nou ja, alleen dat alles André van Puin heet in de show. Sorry. Ja, maar ja, je moet het natuurlijk weten. Maar het is ook leuk, kijk. De figuurtjes van Dick en de Ander met het helpje, met de, ja, precies. Met de pizza. Pizza door je enig. Ja, geweldig. Nou, dat is echt een bewaarnummer, toch? Absoluut. Zeker absoluut. Een bewaarnummer. Ja, Donald Duck. Wat een geluk. Al die verhalen, hè? Wie de redactie bedenkt dat, moet dat nog langs Disney gaan bijvoorbeeld? Die nog steeds het recht heeft over Donald Duck? Nou, we werken heel veel samen met Disney. Maar in feite maken we het blad al eigenlijk sinds 1952. Dus we weten inmiddels al heel goed wat we wel en niet kunnen. En we hebben inderdaad heel veel scenario-schrijvers, een redactie die er heel erg doorheen gaat. En straks beneden gaat iemand dus ook echt vertellen, zeg maar, hoe dat hele redigeren en ook het verhaal maken, hoe dat allemaal werkt. Dus ja, daar zijn wij niet bij. Dit is even speciaal voor ons georganiseerd, hè, voor NH Leeft. Hartstikke aardig, ja, dankjewel. En nou, André, wat vind je dan? Ja, ga hem lezen. Ik kan meteen lezen, dat deed ik vroeger ook al. Dat weet je nog wel, dat ik heel vroeg, geloof ik, op vrijdag kwam de Blademan en dan zat ik nog op school en na school snel naar huis. En dan had mijn vader had de Panorama, mijn moeder de Margriet en ik had de Donald Duck. En mogen zij hem ook al zien, de kinderen, of eigenlijk niet van dichtbij? Nou ja, stiekem mag dat nu natuurlijk wel. Hè? Want zullen we even langs de kinderen, André, met je Donald Duck? Met mijn Donald Duck? Of ze vinden dat ik erom blij? Kijk, dit ben ik. Ik zeg het maar. Mooi goud pakje. Hij is goed, hè? Ja. Mooi goud pakje, André. Mooi goud pakje, hè? Ja, ik treed ook op als mezelf, hè? Met ik al het typetje. Maar ik hier naast. Oh, je bent hem aan het lezen al? Oh, je gaat hem lezen. Oh, hier. We gaan even naar de jongen toe. Laten we hem even hier zien. Ja, maar geloof jullie allemaal een eentje krijgen in ieder geval. Een zakjes. Maar dat is altijd... Donald Duck ga je gelijk lezen, hè? Ja, binnen. Binnen en... En vechten met je broer en zus, die je met de eerste mag lezen natuurlijk. Ja. Ja, heel herkenbaar. Hé, wat vinden jullie van het idee van de Donald Duck dat ze droomberoepen tekenen? Wel grappig en dat ze
dat vind ik ook gewoon leuk om te lezen. Het is gewoon leuk om te lezen. Want ze hebben ook iemand van The Voice of Holland gedaan. Kijken jullie dat? Ja, ik kijk het wel. En zou dat een droomberoep voor jou zijn? Nou, niet echt. Want ik hou heel erg van op het podium staan. Zo. Wat dan? Wat ben je dan wel doen? Schrijver of zo. Schrijver? Ja. Nog een schrijver? Maar je kunt ook de verhalen van Donald Duck schrijven natuurlijk, hè? Maar je hebt er aardig op. Ben je tekenen? Misschien dat goed te lijken. Ga je tekenaar worden? Ik weet nog niet. Misschien gewoon leuk als hobby. Wat zou je dan willen worden? Voetballer. Kijk. He, ja, tuurlijk. Dat is ook nog een droomberoep. Voetbal. Ga ik meteen vragen. Wordt dat ook nog een droomberoep in de Donald Duck? Nemen we nog... Ik hoorde hem niet. Oh, hij wil voetballer worden. Wordt dat ook nog een droomberoep? Dat kan ik nog... Nee, dit jaar even niet. Nee, sorry. Ja. Wie komen er nog meer in de Donald Duck? We hebben volgende keer hebben we Georgina Verbaan. Ja. We hebben... ga ik nog even klappen. Kuipje Anders. Andere Kuipers. Dus dat is ook te gek natuurlijk. Kuipje Anders. Ja, zo heet hij. Ja, iedereen krijgt een unieke naam. André van Puin, Kuipje Anders. Ja. Dus zo werkt dat. Ja. Hoofdredacteur van Donald Duck. Wie wil dat nou niet worden? Komt er ook in natuurlijk. Ja, dat is eigenlijk ook een droomberoep, toch? Ja, het is echt mijn droomberoep in ieder geval. Dus, en ze noemen mij ook Digimitri. Dus omdat ik veel met digitaal bezig ben. Dus, ja. En je zit er nog maar net, hè, als hoofdredacteur. Ja, klopt. Ja, echt 7 maanden ongeveer. Ja. En hoe voelt het? Ja, heerlijk. Ja, het is hartstikke leuk. Ja, we doen allemaal leuke, nieuwe, spannende dingen. En we zijn ook heel erg bezig met om kinderen gaan ook echt op een leuke manier te laten leren. Dus we gaan echt van alles en nog wat doen de komende tijd. En jullie hebben eerst ook alle provinciën behandeld in de Donald Duck, nu dus BN'ers. Ja. Is het ook nodig om de oplage een beetje in stand te houden? Want het gaat in de bladenwereld aan zich niet heel goed. Het is sowieso heel lastig in de bladenwereld. Maar voor ons geldt wel dat we zien dat wij gewoon wat dat betreft echt wel redelijk steady blijven. Maar tegelijkertijd we willen wel heel erg de mensen opzoeken natuurlijk. Om gewoon ook echt die bladbinding wel te behouden. En mensen het leuk te laten vinden. En merken jullie het ook als er dan zo eentje met een BN'er uitkomt? Nou, nu is het een André, daar kunnen we nog niks over zeggen, want hij is dus nog niet uit. Maar dat de verkoopcijfers ineens gaan pieken? Ja, ik ga er wel vanuit dat het met André wel gaat gebeuren. Toch oplagen. Er wordt vechten geblazen bij de kiosk. Nee, jullie hebben het al eerder gedaan. Hè? Met André BN'ers Excel, een deelnemer uit de Voice of Holland, heeft ook meegedaan. Ja. Toen piekte de verkoop. Kon je echt merken dat er iets gebeurde? Nou, we zien gewoon inderdaad dat het effect heeft. En dat mensen het gewoon leuk vinden dat we ook iets vernieuwends doen. Iets en mensen ook echt benaderen, zeg maar. Dat we ook naar scholen toe gaan en dat we echt speciale aandacht gaan geven. Dus we zien dat wel werkt. Ja. En jullie zijn dus nu op die scholen. Jullie zijn hier met een busje. Ja, dat doen jullie bij al die scholen. En wat gebeurt er dan? Hoe ziet zo'n dag eruit? Ja, ik zou dat busje wel willen hebben trouwens. Dat zou ik wel te gek vinden. Dat is gewoon een oud Volkswagen busje. Ja, klopt. Dat is een oud Volkswagen busje. En we gaan naar al die scholen toe. We vertellen gewoon alles, zeg maar, over hoe dan ook gemaakt wordt. Hoe je echt je dromen de ruimte kan geven. Ook en hoe je het leukste beroep eigenlijk, wat je wil, hoe je dat ook waar kan maken. Dus daar gaan we wat over vertellen. En de scholen, de directrice staat daar keurig achterin. Kom er eens even bij nog. Want ik vraag me dan ook af, jullie zijn benaderd door de Donald Duck. Ja, klopt. En toen? Nou, toen dachten we meteen ja, leuk. En ik heb zelf vroeger altijd heel graag de Donald Duck gelezen. En ik ging hier de klasse rond en toen vroeg ik, wie kent hier de Donald Duck? En het was meteen, we kennen het. Dus op die manier. En toen hoorden we ook nog André van Duin. En dat was eigenlijk wel voor mij dat ik dacht, dat is de druppel. Ja, ben je daar persoonlijk fan van? Ja, nou, ik vind het wel heel leuk. Ik weet nog wel dat ik zelf op de lagere school was André al heel erg bekend. En het was voor ons gewoon al een iemand die eigenlijk je hele leven met je opgroeit. Dus een hele bekende figuur. Dus heel leuk om hem eindelijk te ontmoeten. Je zit nog 50 jaar in het vak. Ik zeg het nog maar even, André. 50 jaar. Ja, maar die komt uit 1934 officieel, hè? Dat klopt. Ja. Zeg, en zijn jullie op school heel erg bezig met die beroepskeuze nu? Is dit nu de leeftijd waarop kinderen echt ermee bezig moeten? Of? Nou, in principe in groep 7 zijn ze al een beetje aan het nadenken over naar welke school gaan we volgend jaar. Maar in groep 8, dan, dat is nu net is de CITO geweest, de schoolkeuze wordt gemaakt. Dus dat is heel spannend. Heeft iedereen hier de uitslag al binnen? Nee, dit is groep 7. Dus natuurlijk. Ja, dan hebben ze het nog niet. Nee, dat is een stomme vraag. Ze hebben al even gezien bij sommige broers of zussen. Ja. Maar het is heel, het gaat gewoon nu gebeuren binnenkort. Dus nog een jaartje. Ik denk dat we vooral lekker enthousiast moeten zijn over wat je graag zou willen doen. En dat je daar lekker mee bezig moet zijn. Dus. Ik zie daar ook al kinderen gewoon heel enthousiast lekker doortekenen. Lekker tekenen. Ja, we hebben bijvoorbeeld één jongetje hier in de klas waarvan ik weet, die zit daarachter. Dat is waarvan ik dacht, dat is een kunstenaar.
Dat is een jongen die heel mooi kan tekenen. En dat zie je ook wel weer. Zullen we er even naartoe? Ik denk dat het voor hem wel leuk is om de tekenaar te ontmoeten. En van sommige kinderen kun je nu al heel duidelijk de talenten zien. En bij anderen zullen ze nog ontwikkeld worden. Ja. Even kijken. En ben jij dan de tekenaar? Ja. En jij wil dus later ook heel graag tekenaar worden? Ja, of acteur. Oh, ook leuk. Dat is dan eigenlijk weer meer André's kant op. Nou ja, je kan er alle twee natuurlijk. Hè. Je kan en tekenen en acteur worden natuurlijk. Hè. Nou, Jan Tekenaar, kom er even bij, want het is, hè? Jij bent dan denk ik een voorbeeld voor hem. Ja, nou, ik niet alleen, maar het ziet er al goed uit, inderdaad. Echt een talentje. Waar kun je het dan zien? Nou, je ziet het aan kleine dingetjes, gewoon dat hij wel vormvast is sowieso, volgens mij wel. Zijn rondjes zijn goed en daar begint het eigenlijk een beetje mee, hè? Met de basisvormen eerst al onder de knie hebben en als je dat... Rondjes en vierkantjes. Als je dat even als eerste al kan, dan kan je dat later kan je dat uitbreiden en het... Het zit er al een beetje in. Het zit er goed in, zie ik al. Rondjes en vierkantjes. Als je dat even als eerste al kan, dan kan je dat later kan je dat uitbreiden. En het zit er al een beetje in. Het zit er goed in, zie ik al. Goed bezig. En als hij nou inderdaad hier zijn beroep van wil maken, wat raad je hem dan aan om te gaan doen? Nou, eerst nog eens een malle blijven oefenen, jaren en jaren lang. En uiteindelijk, als je klaar bent met school en je denkt van nou, ik wil eens een keer proberen dan maak je, bij Don Duck te komen te werken, dan maak je gewoon wat voorbeelden en die stuur je op naar ons. En dan wordt er bij ons naar gekeken of het wat is. En als je goed genoeg bent, dan kan je zomaar voor ons komen werken. Zo makkelijk gaat dat? Als je talent hebt, dan kan dat, ja, inderdaad. Ja. Moet je niet nog eerst even naar een tekenschool of naar een kunstacademie? Of, het is echt een ambacht en je moet echt wel talent hebben. Dus niet veel mensen kunnen dit in Nederland inderdaad, die dat echt goed kunnen. Dus ja, wat dat betreft koester echt talent. Dus mensen die zich aanmelden, zullen zeker mee gaan praten. Ik zal zijn naam nog eventjes, dat jullie weten dat als die over... Hoe oud ben je nu? 10. Ja, dus als je over acht jaar ongeveer dat jullie dan post binnenkrijgt, dat jullie weten. Hoe heet je? Shiva. Achternaam? Proost. Shiva Proost. Ja. Remember that name. Mooi Shiva naam. Proost. Ja. Prima. Kan eigenlijk bijna niet missen, hè? Goeie artiestennaam ook. Prima. Ja. Ja. Want hoe ben jij er zo ingekomen in het tekenen? Gewoon in het tekenen aan zich? Nou, dat is gewoon van jongs af aan al oefenen en oefenen en kijken naar alle strips en lezen. Echt stapels met strips thuis. En uiteindelijk moest ik voor mijn opleiding moest ik een stageplek moest ik uitzoeken. En toen dacht ik van, nou weet je wat, stout de schoenen aan en ik ga gewoon proberen om bij Donald Duck, als ze daar stage mensen aannemen. En dat is toen gebeurd en gewoon blijven plakken. En dan zit ik nu al 8 jaar ondertussen, dus dat mag niet meer weg. Om de figuur vast te houden, want als je zo een figuurtje hebt, je kijkt maar rechtsom aan, maar dan moet hij van links en van rechts en van boven. En dan moet hij wel blijven lijken, dat is natuurlijk het moeilijkste. Ja, dat is ook lastig. Ja, ja. Kon jij vroeger een beetje tekenen eigenlijk? Ja, ik had een 8 voor tekenen, maar ik ben er niet in doorgegaan. Nee. Maar ik had altijd een goede cijfers voor tekenen, ja. Ja, dus gelukkig ben je er niet in doorgegaan, want anders hadden we niet 50 jaar André van Duin gehad. Laten we nog snel een klassenfoto maken voor het einde. Met de fotografen, ze, tuurlijk. Ja. Jongens, even een klassenfoto met de vertekenaar en de directeur van de Donald. Jij ook, hem opstaan. Hupsje. Even voor de foto. Zal ik er ook nog even tussen? Dan kondig ik gewoon lekker tussen jullie af. Zo, even kijken hoor. Ik was vroeger nooit de langste. Als je de camera ziet, dan sta je op de foto. Dat is eigenlijk het geheim ervan. Zie je de camera niet, sta je er niet op. Oké. 1, 2, 3. Kaas. Zeggen we dan toch? Ja, maar ik ben blij. Super, goed, super. Ik ben heel lelijk op de foto. Ik kan toch bijna niet, je bent hartstikke mooi. Dit was NH Leeft. Bedankt voor het kijken voor nu. Straks zijn we er weer. Dag. Ook wel een droomberoep jij. Toch? Ja, eigenlijk wel. Ja, ik vind het van wel. Wat leuk.